Beste inwoners van Maaschouw, vorig jaar op Koningsdag sprak ik de wens uit om in 2021 als vanouds deze dag samen te kunnen vieren. Om elkaar weer te kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek te kunnen gaan zonder de beperkingen waar we uit noodzaak aan gebonden waren. Maar ook deze Koningsdag is dat nog niet mogelijk. Wel is er gelukkig, juist door alle genomen maatregelen, een concreet vooruitzicht. Dat hier nog in deze lente verandering komt. We kijken er allemaal erg naar uit. Het Koninklijk Gezin is vandaag aanwezig op de Hightech Campus in Eindhoven. Vanuit een studio nemen zij deel aan een speciale online- en tv-uitzending. Het is dit jaar tien jaar geleden dat wij in Torren de Koninklijke Familie mochten ontvangen. Een mooie dag waar Maaschouw zich van zijn beste kant heeft laten zien en waar niet alleen ik, maar veel inwoners van binnen en buiten Maasschouw met plezier aan terugdenken. Graag feliciteer ik onze koning Willem-Alexander. Majesteit gefeliciteerd met uw 54e verjaardag. Traditiegetrouw wordt op de dag voorafgaand aan Koningsdag bekendgemaakt aan welke inwoners een koninklijke onderscheiding is toegekend. Zij ontvangen deze omdat ze zich geruime tijd belangeloos inzetten over de verbinding in onze samenleving. En juist tijdens het afgelopen jaar blijkt de grote waarde van deze inzet. Zij maken het verschil. In Maasschouw mochten gisteren tijdens een intieme bijeenkomst, waar alleen de gedecoreerden met hun partner aanwezig waren, vier inwoners verrassen met een koninklijke onderscheiding. Het is de heer Piet Evers uit Linnen. De heer Peter van der Hurk, ook uit Linnen. De heer Piet Moors uit OVN-Laak. En, en de heer Ton Vaas uit Wessen. Heren en familie, nogmaals van harte gefeliciteerd. Vrijwilligers en verenigingen hebben het niet gemakkelijk gehad. Programma's zijn het afgelopen jaar geschrapt, of in het beste geval is er een creatieve invulling aangegeven. Ik ben trots op de inzet en flexibiliteit van alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. We organiseerden een digitale bijeenkomst met alle comité's die jaarlijks Koningsdagactiviteiten organiseren in de eigen kern. Ideeën werden uitgewisseld en in nagenoeg elk dorp in Maaschouw wordt op deze Koningsdag iets leuks georganiseerd voor onze jeugd, passend binnen de richtlijnen. Dank voor ieders inzet hiervoor. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens jullie allemaal een mooie koningsdag. Lang leven de koning!